Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, geliefde broers en zusters. Welkom weer bij een nieuwe YouTube marketing video. Mijn naam is Sheraaz, Mikail Munir Alam van het kanaal en Misha Shiraz. Samen help ik beginnende groep YouTube. Ben een beginnende YouTuber, dan is deze video zeker geschikt voor jou. Volg je mij al wat langer. Ik wil jullie echt bedanken voor al jullie support en al jullie leuke reacties. Zonder jullie goede support was het ook echt zeker nooit gelukt. Laten we mijn kanaal en Misha Shiraz helpen naar de 300 abonnees. Abonneren is niet verplicht, abonneren is gratis. Ik zal even een abonneerknop maken zodat jullie op mijn kanaal kunnen abonneren. Kun je ook op de Watermarkt doen trouwens. En we gaan het binnenkort eens hebben over de YouTube community. Dat is heel belangrijk. En inshallah komen nog veel leukere video's, YouTube marketing video's aan. Maar ik heb vandaag ook even uit uitzonderlijk twee. Normaal dit doe ik op iedere vrijdag 3 kanalen beoordelen. Tips en tricks geven. Maar vandaag heb ik weer 2 kanalen uitgekozen, omdat ik weer twee hele toffe kanalen tegen ben gekomen op YouTube, vooral in de YouTube community. En het zijn hele goede entertainment kanalen, waar je ook een voorbeeld aan kan nemen en die ik ook ga helpen groeien natuurlijk. We gaan gewoon eens verder, laten we eens naar de eerste kanaal gaan. Inshallah komen nog hele leuke video's aan. We gaan verder. Het eerste kanaal die ik vandaag een goede beoordeling gegeven had, ik had hem ook al eerder beloofd, is het kanaal van Leandero. Shoutout naar jouw kanaal Leandero. Ik zou een promotie kunnen maken zodat ze op jouw kanaal abonneren. Laat u Leandero helpen naar de 100 abonnees. Jullie kunnen dat. Zoals jullie zien heeft hij nu de 44 abonnees gehaald. Leuke kanaal, leuke video's, goede editing. Probeer op je kanaal ook even duidelijk te maken wat jij precies op je kanaal doet en wat kijkers op jouw kanaal kunnen verwachten. Dus het geeft ook wel een hele goede inzicht op jouw video's. Zo weten de kijkers ook echt precies wie jij bent en wat jij doet op jouw kanaal, Leandero. Maar voor de rest ziet je kanaal er ook echt netjes uit. Mooie kanaalbanner, goede editing. Het ziet er echt netjes uit. Maar jij komt er ook wel. Laat even kijken jou over wat je daar plaatst. Je hebt een mooie kanaalbeschrijving, dat doe je goed. Probeer zoveel mogelijk uitgebreid te vertellen wie jij bent, wat je op je kanaal doet. En probeer social links toe te voegen, dat doe je ook heel goed in jouw kanaalbeschrijving. Zo vinden mensen jouw kanaal ook echt wat sneller. En dan weten ze ook precies wat ze op jouw kanaal kunnen verwachten. En wat voor content jij maakt op YouTube. Maar voor de rest ziet het er ook echt super tof uit, man. Goed bezig. Dus de tip die ik je nog kan geven bij je kanaalbeschrijving is: probeer meer social links toe te voegen. Dat doe je al prima goed. En probeer meer kanaal te promoten in jouw video's. En dat helpt ook echt wel om jouw kanaal te laten een goede boost te geven. Discussies doe jij ook. Ziet er ook wel goed uit. Het is nog niet zo heel belangrijk als beginnende YouTube. Oké, dit is wel echt een van de belangrijke sterke punten. Hoe jij kan groeien met YouTube. Vooral als beginnende YouTuber. Probeer andere kanalen te promoten. Hoe meer kanaal jij gaat promoten, hoe sneller jij samen kan werken met andere YouTubers die ongeveer de aantal abonnees hebben zoals jij bent begonnen. Maar voor de rest kom je er zeker wel, Leandero. Goed bezig. Dus probeer, goede tip die ik je nog kan geven, is probeer kanaal te promoten en je komt er zeker wel. Maak je gebruik van playlisten, dat doe je ook wel echt goed, prima. Probeer zoveel mogelijk je video's goed te optimaliseren. Hoe meer jij je video's optimaliseert, analyseert op YouTube, hoe beter YouTube jouw video's rankt in de categorie op YouTube. En ja, we gaan verder. Maar voor de rest doet het goed, dus probeer je video's goed te... Probeer zoveel mogelijk afspeellijsten te maken, hou het gewoon aan, dat doe je ook echt prima, keurig. Gaan we nu even naar je video's. Je video's rank je ook goed op YouTube. Goede editing, goed bezig. Hou dat zeker aan het doen. Het ziet er echt netjes uit. Voor de rest zie ik toch ook wel dat jij het ook wel echt goed doet op jouw YouTube kanaal. Je doet het ook wel echt. Je doet je best. Dat zie ik ook wel echt. En je komt er zeker. Jij gaat de 100 abonnees zeker behalen binnen no time. Gewoon met die paar extra sterke punten die ik heb gegeven, kom jij er zeker wel. Nou, voor de rest ziet het er ook wel echt netjes uit. Shoutout naar jouw kanaal, Leandero. Ik zou een advertentieknop maken, abonneerknop, zodat ze op jouw kanaal abonneren. Bedankt dat ik jouw kanaal een goede boost mocht geven. En we gaan nu verder naar het volgende kanaal. Het volgende kanaal is het kanaal van Toffe Peer. Shoutout naar jouw kanaal, Toffe Peer. Oké, mijn eerste indruk op jouw kanaal ziet er ook wel echt netjes uit. Je bent goed in editen, zie ik. Je maakt gamevideo's, zie ik. Voor de rest ziet het er ook echt netjes uit, man. Goed bezig, Toffe Peer. Shoutout naar jouw kanaal. Laten we de Toffe Peer helpen naar de 310 abonnees. Jullie kunnen dat, kijkers. zonder jullie hulp was het ook zeker nooit gelukt om mij ver te krijgen op YouTube. En maak gebruik van de kanalenzoeker. Jij maakt ook gebruik daarvan, dat zie ik ook heel goed. Binnenkort komen er ook heel veel video's over de kanalenzoeker, over Fit IQ, Creator Tools. Hoe jij ook goed jouw kanaal kan optimaliseren. Zodat kijkers altijd, zodat je altijd jouw actieve abonnees behoudt. Meer views, meer likes op jouw video's. Zodat jouw kanaal gewoon een hele goede boost krijgt. Dus laten we er Toffe Peer helpen naar de 310 abonnees. Bij iedere video geef je hem gewoon de 133 likes. Klik op het beltje om geen enkele leuke gameplay video van hem te missen. En we gaan verder. Dus kijk hoe jij je kanaal... Je hebt social links door jouw banner. Probeer je kanaalbanner ook zo uitgebreid mogelijk te maken. Wat kijkers op jouw kanaal kunnen verwachten. Maar voor mij is het ook wel duidelijk genoeg. Je maakt gameplay video's op je kanaal. Het ziet er netjes uit. Zoals Minecraft en Fortnite. Maar het ziet er voor de rest ook wel netjes uit. Even kijken jouw kanaal over... Jouw kanaal beschrijft zit er ook wel echt keurig en netjes uit. Je voegt social links toe. Het is ook echt krachtig om jouw kanaal een goede boost te geven. Een goede tip die ik jou nog kan geven is probeer jouw kanaalbeschrijving zo uitgebreid mogelijk te maken. Vertel erin wat kijkers op jouw kanaal kunnen verwachten. Wie jij bent, dat doe je ook wel goed. En probeer ook social links toe te voegen. Hoe uitgebreid mogelijk jij jouw kanaalbeschrijving, hoe duidelijker de kijkers weten wat ze op jouw kanaal kunnen verwachten en wie jij bent. En wat voor content ze kunnen verwachten op jouw YouTube kanaal. Maar voor de rest is het er ook echt netjes uit, Toffe Peer. Hou dat zeker aan. Dus de tip die ik je kan geven, probeer zo uitgebreid mogelijk te gaan schrijven en te vertellen wie jij bent. Het hoeft niet heel lang te zijn als het maar gewoon wat duidelijk is voor de kijkers wat jij doet op jouw kanaal. Discussies doe je ook echt keurig. Het ziet er prima uit, mijn complimenten daarvoor. Promoot je andere kanalen in jouw content op YouTube. Dat doe je ook keurig, hou dat zeker aan. Fit-to-fit video promotion, hoe meer kanaal je promoot kanaal, dat zou ik ook, blijf daar zeker mee doorgaan, dat doe je echt keurig. Zo help je elkaar ook echt groeien in de community. Is ook een hele goede kanaal trouwens, dit kanaal. Hoe analyseer jij je video's op YouTube? Maak jij gebruik van afspeellijsten? Doe jij ook echt keurig? Zit er helemaal netjes uit? Probeer jouw video's zoveel mogelijk... Dat geldt voor iedere YouTuber, hè? Probeer zoveel mogelijk jouw video's te optimaliseren, te sorteren, goede playlisten maken. Zo kunnen de kijkers ook een goede inzicht zien op wat voor video's jij maakt en wat voor content op jouw kanaal te verwachten staat. Is vooral op jouw kanaal en zo. Je hebt ook een Twitch-server, zie ik. Dat is wel nice. Je maakt livestreams. Maar voor de rest ziet het er super tof uit, man. Even kijken, jouw video's. Hoe optimaliseer jij jouw video's in de YouTube Analytics? Doe je ook prima. Goed bezig, maar mijn complimenten. En jij komt er ook zeker wel. Jij komt zeker wel rond de 300-400 abonnees. Jij komt er wel, man. Toffe Peer. Voor de rest ziet het er ook wel echt keurig en netjes uit. Ja, voor de rest... Je bent echt goed bezig, man. Je hebt er wel een beetje door hoe het moet. Laten we de Toffe Peer helpen naar de 310 abonnees. Jullie kunnen dat. Dankjewel dat ik jou een kanaal een goede boost mag geven. Goede tips en tricks en feedback mag geven in de YouTube community. Ik zou een advertentie kunnen maken. Zodat ze op jouw kanaal abonneren. En jouw kanaal link komt ook in de beschrijving te staan van deze video. Dankjewel Toffe Peer. En dat was het weer eens voor deze video. Ik zie jullie inshallah volgende week vrijdag om 7 uur. En zaterdag om 7 uur. Elke vrijdag. Geef ik kanalenbeoordeling, geef ik YouTube trainingen, YouTube marketing. Ik ben zelf content creator. En elke zaterdag doe ik YouTube marketing video's. Dan geef ik YouTube trainingen. Hoe jij als beginnend YouTuber goed kan groeien. Zodat jij altijd je actieve abonnees kan behouden. Meer views, meer likes op jouw video. Samen helpen wij iedereen groeien in de community. Helpen wij vooral beginnende YouTubers, helpen we elkaar gewoon groeien in de community. Ook buiten YouTube. Zonder jullie hulp en liefde was het nooit gelukt. Mijn naam is Sheraaz, Mikail Munir Alam van het kanaal Misha Shiraz. Ik geef jezelf YouTube training, bij YouTube marketing, ik ben content creator. Ik ben veel voor de creator studio op YouTube. Heb je vragen, laat het me weten. Social media is apenstaartje Shiraz en Misha Shiraz. Heb je een zakelijke vraag, kan je me ook even mailen. Mijn mail staat in de kanaalbeschrijving. Dit was het weer eens voor deze video. Ik zie jullie in de volgende video. Inshallah komen nog veel leukere video's aan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kijkers. Tot in de volgende video. Later.